Ja, wat moet je zeggen, hè? Zo'n nederlaag. Ja, we hadden wel wat meer van voorgesteld vandaag. En, ja, als je de wedstrijd ziet, dan denk ik niet dat we heel veel kansen hebben gehad. We vechten ons in de eerste helft nog wel terug tot 2-1. Maar ja, na die 3-1 dan is het twijfelen van gaan we vol voor de aansluiting of ga je de schade beperkt houden. En dan zie je dat het vertrouwen er niet is om een duidelijk plan nog te hebben. En, dat we nog om kunnen draaien. Ik denk dat we wel geprobeerd hebben. Alleen, ja, ik denk de uitstraling niet heeft gehad dat wij hier wat komen halen vandaag. Je zegt vertrouwen ontbreekt dan. Ja, dat is een gloos als je onderaan staat, zo'n beetje in de eredivisie. Maar wat is dat dan, dat vertrouwen wat je benoemt? Nou ja, de resultaten zijn natuurlijk niet denderend de laatste tijd. En ja, we gingen wel met vertrouwen naar die wedstrijd toe. Maar ja, als je dan snel achterkomt en snel 2-0. Ja, een ploeg die in zo'n fase zit, die heeft vaak na het tegendoelpunt wat moeilijker. En ja, dat was vandaag ook weer duidelijk. Ja, de eerste helft. Zegt jullie niet al te best speelden, dan ben ik nog vrij mild, denk ik. Hè? Nee, ja, ik denk dat we zoveel ballen hebben ingeleverd. En ja, je komt snel achter. Nou ja, dan moet je het al uit een ander vaatje tappen. En dan, ja, ik denk dat we zoveel balverlies hebben gehad vandaag. Dan is het onmogelijk om in de wedstrijd te komen. Ja, dan maak je nog die 2-1. Dan ineens uit de lucht val ik op die goal. Dan, weet je al zei, hoop je op beter. Maar de tweede helft zat er niet echt in, hè? Nee, ik denk dat we gewoon te weinig Zwolle pijn hebben kunnen doen. Te weinig druk naar voren. Ze kwamen de voetballen te makkelijk doorheen. Ja, op het moment dat we druk zetten, dan kwamen zij er nog uit. Dus je moet wat gaan forceren op een gegeven moment. Maar als dan die 3-1 snel valt, dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden. Dan is de vraag, hè? En nu? Want jullie blijven maar onder in die eredivisie bungelen. Het is lang niet zeker jullie erin blijven. Nee, ja, we weten waar we staan. En, we beseffen heel goed dat we 6 finales hebben nu nog. En, het doel is gewoon om Excelsior onder ons te houden. Meer punten dan Excelsior te halen, dat is heel duidelijk. En ja, kijk, als je de wedstrijd vandaag ziet, dan zeggen mensen waarschijnlijk dat ze heel weinig vertrouwen erin hebben. Maar het enige wat wij kunnen doen is onze rug recht en die 6 wedstrijden volle bak aangaan. En in ieder geval onszelf niks kunnen verwijten qua strijdlust. En ja, qua spel is het misschien niet allemaal denderend. Alleen we moeten die 6 wedstrijden ons volledig opladen. En dan kijken waar we staan. Je zegt inderdaad mooi. Ik denk dat veel mensen in Tilburg inmiddels wel al twijfels beginnen te krijgen inderdaad. Nou ja, als je staat waar je staat. Als ik zelfs 1 punt pak meer dan dat wij pakken op dit moment. Dan zit je gewoon in de play-offs. En we zien de play-offs maar eens te overleven. Dus we weten waar we staan. Alleen het enige wat we kunnen doen is vertrouwen uit blijven stralen. Want als we nu met onze kopjes gaan hangen. Ja, dan gaan we het sowieso niet redden. Dus was het een doodstilte in de kleedkamer. En er was gelukkig één iemand die riep van jongens, we moeten verder. En we moeten elkaar gaan steunen. Want ja, als we zoals het nu even bij zaten, als we dat meenemen, dan wordt het niks meer in de laatste 6 wedstrijden. Ja, ik kan wel zeggen, heb je er nog vertrouwen in? Dan ga je natuurlijk ja of zeggen. Maar als we een avond hebben, dat is een heel laag stuk moeilijk om dat misschien hardop te zeggen. Nou ja, op het moment dat je net het veld afgaat, dan is het vertrouwen even nul. Alleen, ja, we moeten het vertrouwen weer gaan oppakken. En dat hebben we ook. We hebben vertrouwen in elkaar, we hebben vertrouwen in de groep. We hebben een groep die gewoon goed genoeg is om ons te handhaven. Alleen, ja, we moeten het nu op het veld laten zien. En dat hebben we vandaag helaas niet gedaan. Een hele kleine laatste vraag voor jou. Ik denk dat jij wel blij was dat je weer een keer kon spelen. Nou ja, natuurlijk. Ik heb lang niet meer in de basis gespeeld. Dus ja, blij. Maar ja, als het dan zo'n wedstrijd is, dan verandert die blijheid heel snel in een enorme teleurstelling. En natuurlijk was ik blij dat ik mocht spelen. Maar op dit moment overheerst een enorme teleurstelling dat we met 4-1 verloren hebben.